Port Edward, een klein vakantiedorp aan die ongerepte suidkus van KwaZulu-Natal. Visvang is een van die gewildste tydverdrywe met de keuze van visvangplekken op die rotse, rivier en lagoon. Skiboote is een algemene gezicht tot groot vermaak van toeskouwers wanneer hulle van die hoofstrand die branders aandurf. Saam met die perfecte, vreedzame stranden sal jy ook Suid-Afrika's langste waterwurm hier aantref. Hierdie area is ook een paradijs vir vooral scuba duik enthousiaste om te verken. Mthunzini, so wat 140 km noord van Durban, lê die kusdorp met de uitzicht op die Indiese Oceaan. Die lagoon is een gewilde toeristenaantrekkelijkheid voor watersportliefhebbers en vissermanne. Mthunzini is ook die landingsarea van een onderzee internetkabel wat onder die seebodem en onder die natuurreservaat deurloop, sonder om die strandgebied te versteur. Die natuurreservaat is een groot gunsteling met staproutes, piknik en visvangplekken. Die area is een voelkijkparadijs en ook die wandelpad dier die mooie tuine voorbij die natuurlijke Raffia Palle monument word voor al die toeristen geniet. Amanzimtoti, een immergewilde vakantiebestemming met een tropische klimaat en beeldskone strande. Die dorp het een ryk kultuurgeschiedenis wat weerspieel word in die kunstwinkels wat de wye reeks plaaslike handgemaakte producten aanhou. Met die warm Indische Oceaan is het deeljare goede tijd voor zwem, snorkel en branderplankry. Die swemstrande word allemaal dier haainette beskerm en levensredders is getrou op hulle pos. Scuba duikers word ook constant gelok dier die marine lewe en die koraalrif naby die riviermond. Vanaf juni tot augustus vind die sardijnloop plaas, een fascinerende gezicht, terwijl die omliggende bewaringsgebiede ook vir oor genoeg avontuuraktiviteite op moeder aarde sorg. Richmond. Die dorp sit in die hart van die Groot Karoo, min of meer halfpad tussen Kaapstad en Johannesburg. Dit is as Suid-Afrika se boekdorp verklaar, met de jaarlikse literatuurgeleentheid boekbedonderd en verskeie antieke en tweedehandse boekwinkels wat boekwurms vir ure sal besig hou. Dit spog met een van twee perdemuseums ter wereld, nie net met perdememorabilia nie, maar ook met uitstallings van lewe uit die 1800s en 1900s. Restaurante sal onder meer Karoo-lam waarvoor die area bekend is uit die boeke voorsit. Bergklimmers en stappers kan die ou fort op Vegkop uit die Anglo-Boereoorlog aandurf. Williston, die dorp is geleë op die rivierbed van die seisonale Sakrivier. Karakool en Merino skaapboerdery is die primêre ekonomiese aktiwiteite in hierdie area. Die area het ook nog korbeelhuise wat basies kliprondawels is wat deur pionierboere in die Handam Karoo gebou is. Langbaak en kaas is ook een treffer uit die area, wat hulle Suid-Afrikaanse kampioen by die nationale suiwelkampioenskap gekroon is. Die sandsteenkerk op die dorp is een nationale monument wat uit 1912 dateer, terwijl die Williston Mall jou met snuisterye en interessanthede van A tot Z sal besig hou. Loxton. Hier word jy deur lanings met 100 jaar oude bome, lyfvore en donkiekarre begroet. Die sandsteenkerk en een replica van een Nederlandse kasteel en windmeel, as ook baie van die oorspronkelijke 100 jaar oude huise, dra by tot die Karoo dorpse charme. Behalwe veeboerdery, is dit een van die grootste knoffelproduserende areas in die land. Hier kan jy nie anders as om rustig te word en die omgeving te geniet nie. Beplan ook jou brandstofverbruik mooi wanneer jy kom kuier, want die petrolstasie is toe Saterdag na 1 uur, as ook Sondag en publieke vakansiedag. Mbombela, die Laveldorp, voorheen bekend as Nelspruit, lê in die vrugbare vallei van die Krokodilrivier, waar drie Nelbroers oorspronkelijk geboor het. Landboubedrywighede in die omgeving sluit steeds alles van onder meer tabak, grondboontjies tot avocado en citrusverbouwing in. Die botaniese tuine aan die buitenwijke van die dorp is een immergroen lushof van 159 hektaar, dankzij die tropische klimaat. Terwijl die Sudwala grotte wat tans as een van die oudste grotte ter wereld gezien wordt, een groot toeriste gunsteling is. Witrivier, een hoë kaolien inhoud wat aan die rivierwater een melkerige kleur gee, het vir die dorpie sy naam gesorg. Drie damme en nabygeleë woude sorg vir 'n beeldskone omgeving en hoewel klein is Witrivier een gewilde toeriste trekpleister met een levendige landbouw en kunstenaarsgemeenskap wat hulle hier gevestig het, met kunstgalerije, ateliers, markte en restaurante wat van die kreativiteit getuig. Die dorp spog met een antieke motormuseum as ook verskeie instanties wat na bedreigde species omsien. Bosbou en tropische vruchtenverbouwing rugsteen die dorpse ekonomie. Skukuza.
Dit is die grootste kamp in die Kruger Wildtuin en word as 'n dorp geklassificeer. Dit is op die banken van die Sabie rivier geleë, so wat 12 km vanaf die Paul Kruger hek. Die kamp is die hoofsentrum vir bewaring en navorsing met heel wat wildbewaarders en wetenskaplikes. Die kamp biedt ontspanning in die vorm van swembaddens, museums, verskeie historiese landmerke, 'n golfbaan en natuurlik wildbesigtiging.